Welkom bij Vastgoed TV. Mijn gast deze keer is Peter van Veldhoven, voormalig minister, federaal parlementslid, maar ook en vooral burgemeester van Lommel. En als we het hebben over wonen, meneer van Veldhoven, ja, dan hebben we het uiteraard ook over de lokale politiek, hè, want jullie zijn heel belangrijk in dat woonbeleid, zeg maar. Hè. Ja, bij ons in de stad, en dat is in elke gemeente zo, komt alles samen natuurlijk. En we zien de afgelopen jaren toch wel een hele wijziging in dat woonlandschap. We zien de oudere generatie enerzijds voor een stukje naar het centrum van de stad verhuizen, ja, om die beleving te hebben, om dat behoren tot de gemeenschap, om dat gevoel vast te houden, maar tegelijkertijd ook die oudere generatie die heel graag in de eigen woning blijft, nog niet te snel naar het rusthuis gaat. Dus dat is nieuw. We zien ook de jongere generatie natuurlijk die vandaag niet altijd de centen heeft om direct een woning te kopen, die ook weer een nieuwe woonvorm zoekt. De jonge generatie die helaas, moet ik zeggen, ook niet meer het gouden huwelijk viert en ook wat sneller uit elkaar gaat. Alleenstaande die toenemen. In onze stad hebben we toch ongeveer 25% van de Lommelaars die in een alleensituatie wonen. Ja. Dat is gigantisch veel. Ja. Dus nieuwe uitdagingen en een belangrijke rol voor stadsbestuur. Ja, er is ook wel een zware druk op de portefeuille, hè? Want het wonen wordt ook niet echt goedkoper. Hè? Nee, wonen wordt duurder. En als wonen duurder wordt, dan zoeken mensen inderdaad om die factuur te doen verlichten. Ja. Ja, en dan komt men uit bij kleiner wonen. Wat op zich niet erg is, kleiner wonen. Maar dat betekent wel dat wij als overheid ook voor een stuk die kwaliteit natuurlijk moeten bewaken. Ja. Dat in die kleinere woning ook de alle kwaliteit aanwezig is. En tegelijkertijd, dat is ook een belangrijke opdracht vind ik voor het stadsbestuur, is dat de kwaliteit van de omgeving ook belangrijk blijft. Mm-hmm. Want het is niet alleen tussen die vier muren dat wonen tot zijn recht komt, het is in die omgeving. Bij ons moet dat een groene omgeving zijn, een aangename omgeving zijn. Een omgeving waar de auto's niet te hard rijden. Een omgeving waar op kort bij je afstand het nodige is wat men moet hebben, dat men dat daar ook kan terugvinden. Dus wonen is niet alleen dat appartement, dat huis, wonen is ook heel die omgeving waar wij als overheid voor moeten zorgen. Ja, en ook zorg, hè? U spreekt het woord zorg uit, maar die senioren die langer thuis willen blijven, die hebben technische aanpassingen nodig vaak. De Vlaamse overheid geeft daar ook premies voor, maar die hebben ook mensen nodig die voor hen kunnen helpen zorgen. En dat is niet altijd beschikbaar, die zorg. Hè? Nee, maar dat is denk ik een uitdaging die we als overheid moeten aankunnen eigenlijk. Als wij ervan overtuigd zijn dat het niet goed is dat mensen te snel naar dat rusthuis gaan, naar dat woon- en zorgcentrum gaan, dat het belangrijk is dat mensen lang thuis blijven, dan moeten wij als overheid er ook voor zorgen dat er de nodige service aangeleverd wordt bij de mensen thuis. Dat maakt eigenlijk ook voor de overheid de factuur iets lichter. Want woonzorgcentra blijven bouwen kost ook veel geld. Dus ik denk dat we daar echt op moeten inzetten. Tegelijkertijd moeten we ook creatief durven nadenken over die service kan misschien nog geleverd worden, niet alleen door de overheid, maar uiteraard door familie en kinderen. Ook weer nieuwe woonvormen, het kangeroe wonen waar men het over heeft. Maar dat kan wat mij betreft ook door niet-familie gebeuren. Mensen die, een jong gezin dat in een huis wil wonen, die er vlakbij een oudere die daar thuis is wil wonen, men kan elkaar versterken. Maar dan moet het beleid inzetten op gemengde woonvormen. Dat er allerlei generaties samen, verschillende functies samen. Dat moet dan wel een beetje gestimuleerd worden, denk ik. Ja, het moet gestimuleerd worden, maar vooral, we gaan een aantal, remmen die in de wetgeving staan vandaag moeten opruimen. Mm-hmm. Want we gaan in Lommel met een project beginnen samen met onze jeugddienst om een aantal jongeren in één huis onder te brengen. Die samen een aantal dingen doen. Het zal goedkoper voor hen zijn, maar dan stelt zich natuurlijk ook de vraag van, als een van die jongeren werkloos wordt, door het feit dat hij samenwoont met anderen, gaat hij zijn uitkering toch niet verliezen. Het zijn die dingen die we ook moeten oplossen. En daar is de politiek, gaat de volgende jaar daar echt wel zijn werk hebben. Het is een heel complexe materie, wonen, werken, zorg. Ik mag ervan uitgaan dat het in uw partijprogramma dan toch behoorlijk bovenaan staat. Dat staat absoluut bovenaan, want ik denk als er iets is wat belangrijk is voor mensen, is het die thuis hebben. Dat plekje waar we een beetje kan ontsnappen aan de hectiek van alle dag, want vandaag spurten we van het een naar het andere. Dus dat is belangrijk, dat eigen plekje. We moeten dat de mensen gunnen, de mensen moeten dat recht op hebben. En wij als overheid moeten ervoor zorgen dat dat kan. Betaalbaar, kwalitatief hoogstaand. En in een mooie omgeving. En als we daar als politiek in slagen om dat aan de mensen aan te bieden, dan denk ik dat we goed werk geleverd hebben. Dank u wel. We gaan het blijven volgen uiteraard. En u nodig ik uit om dat te volgen op onze website